Begin 2020 kregen 23 woningen van Cassade in Dongen en Waspik een nieuw dak. Een team van specialisten ontwikkelde en plaatste deze duurzame daken. De komende jaren krijgen honderden Cassade woningen zo'n duurzaam dak met zonnepanelen en soms groen. Bij woningverbetering combineren we onderhoud en verduurzaming. Binnen het programma Dakenstroom krijgt een flink aantal woningen een nieuw, goed geïsoleerd en onderhoudsarm dak. Het dakvlak benutten we optimaal voor collectieve opwek middels zonnepanelen. Door het isoleren en duurzaam op te wekken verlagen we onze CO2-uitstoot. Maar er is meer voordeel. De bewoners van deze woningen hebben namelijk een beter comfort en een lagere energierekening. Daarnaast kunnen andere huurders mee profiteren van deze aanpak. Ze kunnen namelijk lid worden van de zonnecorporatie Dakenstroom. Met het lidmaatschap kunnen deelnemende huurders een korting krijgen op de energiebelasting, wat wel kan oplopen tot 70 euro per jaar. Dus de zolder is zover klaar dat we kunnen gaan starten. Nou, dat is fijn. We hebben de zolder zover mogelijk leeggehaald. Alleen staan een paar kasten, maar die staan in het midden. Die hebben ze geen last van, denk ik, bij het dak erop liggen. Natuurlijk verloopt een verbouwing nooit vlekkeloos. Zoals slecht weer of andere omstandigheden, die lopen soms mis. En dan hoort gewoon een goede communicatie erbij. En dus een communicatie met de bewoners en andere werknemers is dan heel belangrijk. Het is fijn dat de bewoners weinig last hebben. Het dak ligt er dan ook bijna binnen een dag op. En ze hebben dan ook maar één dak zonder verwarmingsketel. De aannemers zorgen voor containers voor de zolder leeg te halen en als het nodig is helpen ze daarbij. Als huurders zijn wij blij dat er gekeken wordt naar de persoonlijke wensen en omstandigheden. Op het moment dat de bewoner persoonlijke dingen, of ZAV's noemen wij dat, zelf aangebrachte voorzieningen heeft aangebracht, dan gaan we daar ten alle tijde in overleg met de bewoner van heeft die naar mij een handje helpt mee te helpen om het te demonteren. Dus dat soort zaken zijn altijd bespreekbaar met de bewoner. Ja. Ze zijn goed begonnen, vanmorgen de panden eraf gehaald. Om 7:30 begon dat te rammelen. Nu waren er zo af. Nou liggen de dingen op de platen liggen er alweer op. Dus dat gaat goed. Wij vinden Dakenstroom een heel mooi, duurzaam initiatief. Cassade, altijd duurzaam dichtbij.